wintermaanden zijn toch nog wel bezig en het is belangrijk om je handen en je voeten dan goed te verzorgen. Zeker als je bijvoorbeeld gaat skiën en zo, dan kunnen sommige mensen toch wel wat last hebben van kloven. Wat kan je daar nu juist aan doen? Wel, dat vraag ik aan Christel Oudenaert van Bloesage. Ja, Christel, jij bent de nagelstyliste, maar je geeft ook manicure en je bent helemaal gespecialiseerd in alles wat met de handen te maken heeft, zeg maar. Ja, dat klopt. We hadden het over de winterhanden natuurlijk. Die zijn soms heel pijnlijk. En je ziet dan soms zo mensen bij mij binnenkomen dat die echt zo heel rood zijn. Zelfs soms tot bloedens toe. En dan is een paraffinebad natuurlijk heel handig. Want wat doet een paraffine? Paraffine is zo'n soort kaarsvet eigenlijk. En je kan dat in verschillende kleuren en geuren hebben. Lavendel, daar ben ik een favoriet van. Lavendel zorgt er ook voor de zachtheid van de handen. En gaat ook zorgen dat je terug een babyhuidje krijgt. Mm-hmm. Natuurlijk, het gaat eerst verzachten, maar het gaat nog niet helpen op die verwondingen. Dus je moet het wel een paar keer herhalen om die zachtheid van die handen te krijgen. Ja, we zien hier bijvoorbeeld, dus je moet je handen dan in een soort badje steken. Ja, dus dat badje wordt eigenlijk verwarmd en dan, je ziet al, de hand komt eruit en dan zie je al meteen dat je al een stolling krijgt. Mm-hmm. En die stolling, die warmte wordt eigenlijk vastgehouden door dat soort kaarsvet, zal ik zeggen, en gaat dan de juiste stoffen toevoegen aan jouw hand. Mm-hmm. En wat dan gaat zorgen dat je dan ook een verzachtende effect hebt van je huid. Hè? Dat is een beetje gelijk vroeger met de kaarsen spelen, zodat dat wel aan mijn vinger bleef hangen. Ja, ja. Maar dan was dat vlekje ook altijd heel zacht. Hè? Wat zit daar dan in die paraffine? Ja, daar zitten bepaalde stoffen in bijvoorbeeld. Het gaat je handen veel sneller hydrateren. Het gaat ervoor zorgen dat de pijnpunten gaan weggenomen worden. En er zit natuurlijk allemaal verschillende essentiële olies in. Zeg, en dan zit je daar met dat kaarsvet rond je handen. Ja. Hoe lang moet dat dan trekken? Ja, toch wel een 10 minuten, kwartiertje. Want soms, sommigen zeggen, kom maar binnen bijvoorbeeld in het salon en we doen dat op 5 minuten. Dat is nou dan, want dan heeft dat eigenlijk zijn werking niet gehad. Want ik weet niet of jij dat alles ooit gedaan hebt, zo'n paraffinebadje. Dan voel je toch wel dat die warmte, en het heeft toch wel tijd nodig om in te trekken in je huid. Mm. En hoe doen we dan? Want als die hand eruit komt, dan ga je natuurlijk in een plastiekje, wordt die in een plastieke handschoen gedaan. Ik doe dan nog een handschoen over, zodat het dan eigenlijk heel warm wordt gehouden. En dan kan je na 10 minuten, hier zie je op die foto, wordt die paraffine dan weer afgetrokken. En dan zie je ook al, je ziet al dat die hand zo'n klein beetje glimmerig is, glimt. Mm. En dat wil zeggen dat daar de bepaalde stoffen al hebben ingetrokken. Ja. En het is natuurlijk wel een beetje vettig, maar de handen zijn ook heel droog, want kloven betekent eigenlijk heel droge huid wat opengespannen is. Ja, dat wil ik nog vragen. Hoe ontstaat dat? Is dat echt door het koude weer? Ja, de wind. Hè. Wind, vocht, de wind, de warmte. En mensen hebben dan bijvoorbeeld al een gevoelige huid. Ja. Ja, en dan, of een droge huid. Ja. En dan gaat dat proces eigenlijk toch wel versnellen. De grote temperatuurverschillen buiten, binnen. Dat kan, sommige mensen hebben daar heel veel last. Ik heb eigenlijk weinig. Ja, ik heb ook bijna nooit handcreme. Terwijl ik bij mij in het salon altijd zo ontsmettingsmiddel, dat is nu ook wel het ontsmettingsmiddel, droogt heel fel de handen uit. Ja, ja, ja. Ik vind ook de laatste tijd dat er ook heel veel klachten zijn van mijn nagels vallen af, of de kunstnagels, of ik heb in één keer dat mijn gel niet meer zo goed houdt, ik heb lucht onder mijn nagels, of mijn gelpolish houdt niet meer goed. En ik denk toch wel dat dat wel een rage is geworden door natuurlijk dat altijd uw handen te ontsmetten. Nee, dat heeft ook natuurlijk een nadeel. Hè? Nee. De microben zijn dan wel gedood, maar uw huid, dat ziet er ook van af. Ziet er helemaal van af. De schermlaag wordt een beetje weggenomen daardoor. Wat ook nog heel goed is, niet alleen voor de handen, maar de paraffine is ook heel goed voor de voeten. Mm-hmm. En vergeet dan ook niet de mannelijke kandidaten, zal ik zeggen, of de mannelijke klanten, want die kunnen ook natuurlijk wel eens kloven hebben, of eeltvorming, door de werkschoenen die ze moeten dragen. Vergeet vooral onze sportmannen niet. Die zijn dan weer, dat ze misschien te fel hebben gezweet, dat ook wel eens heel deugd kan doen. Zo'n paraffinebad, dat je dat kunt doen met de voeten ook. Ja, niet alleen de handen. Hè. Ja, ook om een beetje relaxerend te werken. Ja, tuurlijk,
niet constant ja, in een klein ruimte. Ja, een kleine ruimte, zodat het een beetje vochtig en vies is natuurlijk. Op in de zomer heb je er natuurlijk minder last van, maar dan heb je wel natuurlijk weer die droge huid en natuurlijk de eeltvormen. Dan heb je natuurlijk wel andere middeltjes toe, dat je dan ook voor je handen, dat je dan natuurlijk een handcrème gaat gebruiken en voor je voeten natuurlijk een heel ideale voetcrème. Ja. Oké. Okay. Nu, de volgende stap dan, als je handen hebt verzorgd, zijn ook je nagels mooi in orde brengen. Jij bent voorstander van nagels veilen in plaats van nagels knippen. Goed opgelet. Ja, ik heb niet zo graag knippen. Het is hetzelfde als je dat gaat vergelijken met haartjes die je bijvoorbeeld, als je je wimper zal afknippen, dan gaat je wimper of van een wenkbrauw gaat afknippen, dan gaat die veel botter zijn. Dus dan gaat van een nagel ook, die gaat veel, en bij nagel is dat eigenlijk andersom, die gaat veel te veel, die structuur gaat veel te veel knakken, zodat je eigenlijk het groeiproces stopt en dat je eigenlijk fragiele nagels krijgt. Dat is heel raar. Mm-hmm. Als je dan bij oudere mensen gaat kijken, die nagels die zijn dan veel, veel, veel te hard omdat er kalkvorm is gemaakt. En dan is het beter dat je eigenlijk toch gaat velen. Mm-hmm. Want met velen gaat je eigenlijk een natuurlijk proces ondergaan in plaats van het met de nagelknipper te doen. Hè. Ja. En hoe kan je dan best velen? Ja, best veil je dat je eigenlijk een ronding hebt. Niet te puntig, ja, ik heb nu puntennagels, dat je niet te puntig gaat doen, dat je mooi met de vingertop mee. Als je nu bij een mannelijk iemand gaat kijken, die hebben niet zo'n ronding. Die hebben meer rechten en dan doe je eigenlijk de hoekjes een klein beetje afgerond. Ja, ja. En hoe moet je veilen? Je moet altijd het middenpunt van je nagel pakken en niet zo een volledige draaivorm pakken, maar van aan, bijvoorbeeld van links even zo tot het middenpunt en dan van rechts even zo naar het middenpunt. Nooit, dus zo en maar zo. Niet zo rond. Niet zo rond, nee. Want dat zie je veel, hè? Ja, dat is, ja, dat is, en zeker als je boos bent, dan gaat dat heel snel. Nee, maar ja, dat is zo vaak in de film, is dat een beetje cliché. Hè, dat, ja. Maar dat is ook eleganter, hè, als je zo doet in plaats van in twee. In stapjes moet je het eigenlijk doen. Ja, ja, ja. Ja. Nu op gebied van trend en mode, hè, we zijn nu bijna naar de lente toe. Laten we hopen dat het snel heel warm wordt. Maar zijn daar trends in de nagelwereld? Ja. De nagelwereld gaat eigenlijk heel, heel snel. Je hebt trendsetters en je hebt trendwatchers, zal ik zeggen. Een trendsetter die zet eigenlijk de trend en de trendwatcher die gaat eigenlijk kijken naar de trend en die doet daar dan nog een klein streepje extra. Mm-hmm. Nu heb ik zelf al gekeken gehad en de trends is eigenlijk pastel. Weer de pasteltinten gaan komen, het paarse komt weer terug, heel licht paars komt terug. Met Valentijn heb je natuurlijk de hartjes die weer overal in de lucht gaan hangen. Maar wat ik gemerkt heb, het is weer dus bijvoorbeeld, al de vingers zijn kort en de pink is lang. Huh? Ja, ik heb dat zelf dus ook. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, omdat ik al allemaal puntjes heb en deze is dan weer extra lang. En dat heeft te maken, want als je dan een tas koffie drinkt, steek je je pinkje omhoog en dat heeft eigenlijk, dat betekent eigenlijk dat je van adel bent. Dus vroeger in die Chinese cultuur gingen zij dan ook een nageltje aan die nagels plaatsen en dan deden ze dat dan met echt goud, deden ze daar een extra gouden tip op, maar dan zo lang en helemaal uitgewerkt. En dat komt nu terug. Maar dat was dan echt voor de mensen dat was van de adel. Dus ik dacht, ik wil eens van adel zijn, ik ga mij dat dus al aan. Dus je gaat zien dat mensen ja, veel meer ook die pink gaan langen. Maar dat is toch niet gemakkelijk om... Ja, eigenlijk, zo, je went er wel aan, want het stoort natuurlijk niet. Hè? Mm-hmm. Ik geef daar zelfs massage mee, dus ik laat dan mijn handen natuurlijk niet zien, want dan denken ze van, oh, gaat die mij masseren? Dan gaat een beetje kattig zijn. Maar als ik dan gemasseerd heb, dan zeggen ze, heb jij mij gemasseerd met deze nagels? Ja. Nu, het is natuurlijk, het hangt ook van het beroep af, als je kinderverzorgster bent en je moet dan van deze zulke lange nagels hebben, dat is niet oké. Okay, nee, ja, die knoopjes dicht doen. Ja, vraag mij ook niet voor een juwelenwinkel te gaan staan, voor die kettingjes dicht te doen. Ja, ik denk dat de mensen dan aan rijen staan aan te schuiven, eer dat ze een kettingje kunnen kopen. Dus dat is natuurlijk ook een beetje werkgebonden natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus de vorm is heel belangrijk, de tekening.
rekeningen die worden precies alsmaar minder en minder en minder. Terwijl bijvoorbeeld een jaar of 5, 6 geleden waren de tekeningen echt hot, hot, hot. En nu is dat precies zo één kleur, misschien eens een glittertje. En als er een tekeningetje opgezet wordt, dan is het zo helemaal basic, helemaal zacht. Dus dat is toch wel een verandering. En als je dan hebt over die kunstnagels of gelnagels, is dat eigenlijk slecht voor je gezondheid? Want komt ook in contact met je huid, met je bloedbanen. Dan, dus dat wordt over alles zo hard nagedacht. Vroeger deden we maar... Ik vind dat al als ze bij mij binnenkomen en ze vragen dan, is dat wel gezond? Ik vind dat een heel moeilijke vraag, omdat je moet toch ook eerlijk zijn. Ik vergelijk dat altijd met haren. Als je naar een kapster gaat en je hebt zwart haar en je gaat je haar laten afbijten, dat je blond haar wilt hebben, dat is hetzelfde met nagels. Dan moet je weten naar wie je gaat en het niet zelf doen. Want ik zie nu met die corona heel gedoe dat heel veel mensen zijn gaan experimenteren. Alsjeblieft, je kunt heel veel dingen fout doen. Je kunt je zelfs depressief voelen door slechte producten te gebruiken, omdat dat in je bloedbaan terechtkomt. Nu, als je gaat zeggen dat kunstnagels gezond is, dat is niet waar. Kunstnagels is helaas niet gezond. Maar als je gaat naar een professioneel iemand die weet wat dat die doet, dat die zijn producten kent, kan het eigenlijk niet zo kwaad. Maar natuurlijk, je hebt mensen die hun kunstnagels gaan aftrekken. Ja, dan trek je een stukje van de natuurlijke nagel af. Dan is het wel natuurlijk dat je de nagels heel hard beschadigt. En tegenwoordig wordt er ook gesproken over die rubber. Ja. Want je hebt ook bij de tatoeëerders dat er heel veel controle is op die producten. Vind ik goed. In jullie wereld ook zo, ja? Ja, vind ik alsmaar goed. Want we mogen geen namen noemen, maar er zijn alsmaar andere landen die hier binnenkomen, zal ik zeggen. En dan is er een rage geweest dat je op de hoek van de straat, vooral in die shoppingcenters, zag je, kom kunstnagels zetten, 15 euro het stuk. Allee, 15 euro voor een nieuwe set. Dan dacht ik, mannetjes, met wat ben je bezig? Dan heb ik helaas een expertise moeten doen in een grote stad. En samen moeten kijken. En daar zat echt de gel, je rook het al, die was gewoon helemaal beschimmeld. En helaas is die studio gesloten. Allee, helaas, maar goed eigenlijk. Maar daar stonden dus echte mensen aan te schuiven. Want die wou, wat zegt dan de jeugd? Oh mama, ik doe kunstnagels. Wat zeg jij dan als ouder? Ja, maar 75 euro of 70 euro, dat vind ik veel te veel geld. Dat wil ik niet. Mm-hmm. Dat is misschien maar voor ene keer en het is niet goed voor in de klas. Ja, maar en dan komen ze thuis. Ja, maar ik heb daar gezien voor 15 euro. Mensen, je bent echt verkeerd bezig. Ja. Ga echt naar iemand professioneel die daar echt goed mee bezig is, want het komt in je bloedbaan terecht. En dan hebben we de rubberbijs. De rubberbijs die gaat je nagelplaat een klein beetje beschermen. En het woordje zegt het zelf, het blijft al een klein beetje rubber, maar alles wat erop komt te staan gaat niet in de nagelplaat trekken, dus komt niet in je bloedbaan terecht. En dat is echt een hype geworden, die rubberbijs. Dus dat zorgt voor een schild of zo? Ja, dat zorgt voor een schild, ja. Dus daar zijn ook volop oplossingen voor. Goed, ook. We hebben heel wat bijgeleerd vandaag. Dus goed die handen verzorgen. Toch maar regelmatig een handcrème gebruiken. En vooral goed veilen in plaats van het knippen. Dankjewel Christel voor je komst naar de studio. Nog heel even jouw website misschien meegeven. www.bloesage.be. En daar vind je allerlei prijzen. En als je vragen hebt, je kan altijd een vraag stellen. Super, heel fijn. Dankjewel en heel veel succes nog. En jullie thuis natuurlijk heel veel bedankt om te kijken.